Zo, nou, goedemiddag allemaal. Ik wil even een datum noteren. Ik doe hem even zo deze keer. 16-18. Saturday, December 16. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. 16 december. Nieuw techniekje, anders moest ik ook weer inspreken. Of dat deed ik dan. What is the day today? Ik probeer even wat andere techniekjes die wat sneller gaan. Maar dan heb ik toch alles nog gezegd. Dus. Maar dat maakt niet uit. Af en toe zullen jullie wat vuurwerk horen op de achtergrond. Ik hoop niet dat dat storend is. Geeft wel aan welke tijd we leven. De tijd van het jaar. Maar wat ik eigenlijk in het probeer zo kort mogelijk te doen. En ik probeer wat kortere video's te maken. Om het openbaringen te delen die ik heb mogen ontvangen van God. Want ik geloof dat alles wat ik deel is juist bedoeld om te delen. Als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik ben nog blind. De genezing komt eraan. Geloof het echt. God is mij zo aan het opbouwen en zo daarin aan het bevestigen. En ik geloof ook dat het zijn wil is. En dat is heel belangrijk. Want het woord is eigenlijk heel duidelijk. Het woord spreekt niet van een tijd van wonderen, maar spreekt gewoon van een leven van wonderen. Wandelen als Jezus, het is gewoon een boek van wonderen. En Hebreeën 13 vers 8 is daar heel duidelijk over. Daar staat gewoon heel duidelijk, Jezus is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde. En Jezus leeft in mij. Ik weet niet hoe jullie het zien. Even focus, want ik was volgens mij helemaal aan de kant aan het kijken. Mij is heel duidelijk dat ik ben één met hem geworden. Ik ben met hem gestorven, met hem opgestaan in een nieuw leven. Ik was als kindje gedoopt, later volwassen gedoopt. Ik zat vast aan verslavingen, seksuele verslavingen. Jezus heeft me vrijgezet, die heeft me gezien van, als je wie zich laat leiden door de geest, zal de lusten van het vlees niet vervullen. Dat is Galaten 5, dus we hebben de Heilige Geest nodig om vrij te komen van alle vormen van verslavingen. Ik heb daar een heel mooi artikel over geschreven, die kun je vinden op mijn blog, https://hand747.wordpress.com. En WordPress is WORDPRESS. Ik zeg het even hardop, omdat ik kan zijn. Het is lastig voor mij om die een link te plaatsen. Want dan moet ik me op een moeilijke manier identificeren. Dat lukt mij gewoon niet. Ik kan heel veel. Ik kan het allemaal zelf. Deze video's maken, plaatsen, uploaden enzovoort. Dat lukt allemaal. Dat heb ik allemaal geleerd. Via de voice-over techniek van iPhone. Wat echt geweldig is. Kost wel tijd. Geduld. Maar het gaat ook wel redelijk snel tegenwoordig. Ze zijn natuurlijk niet van de beste kwaliteit. Ik kijk waarschijnlijk ook af en toe verkeerde kant op. Alle kanten op. Maar goed. Maakt niet uit. Het gaat ook om de boodschap. En niet om... om de presentatie. Het gaan de woorden die ik mag delen. Maar goed. In ieder geval. Wat ik aan het vertellen was. Is dat. Als ik kijk naar mijn eigen leven. En we moeten eigenlijk onszelf wel een spiegel blijven voorhouden. Want wandelen wij al volledig zoals Jezus wandelt. Als dat niet het geval is. Dan moeten wij iets veranderen aan ons denken. En openstaan voor vernieuwing van ons denken. Want we horen zo te wandelen zoals hij. Dat is heel duidelijk wat hij aangeeft. We horen hem te volgen in alles. We zijn geroepen om discipelen te zijn. Niet alleen in hem te geloven, maar om discipelen te zijn. Dus hem te volgen. Dat is een discipel is een volgeling. Dus geloven. Hem vertrouwen op zijn woord. En als we iets lezen, niet denken, ja, dat was voor die tijd. Nee, Jezus is vandaag de dag nog steeds hetzelfde. En echt waar, er gebeuren giga veel wonderen. In de wereld. En dat gaat enorm toenemen. Dat is ook wat ik geloof. Dus ik geloof dat het Gods wil en zijn verlangen is. Dat wij genezen. Dat wij niet eens ziek behoren te zijn. Niet gebroken horen te zijn. Niet teleurgesteld. Niet geïrriteerd. Niet gefrustreerd. We zijn een nieuwe schepping geworden. Iets wat er dus niet was. Nou, ik wil in deze video, ook al ben ik al een paar minuten bezig, wil ik het eigenlijk hebben. En wordt het waarschijnlijk ook al een beetje donker. Ik heb wat licht aangedaan. Het zal wat schemeriger geworden. Maar ook dat is niet belangrijk. Niet het belangrijkste. Het gaat om het woord. Nou, dit woord wil ik het even hebben over het beeld en de gelijkenis van God.
Want we horen, ik hoor het ook nog vaak. En soms van mensen van wie ik het niet verwacht, die dan roepen, we zijn gemaakt, we zijn allemaal gemaakt in de beeld en gelijkenis van God. Maar is dat wel zo? Adam en Eva, die waren gemaakt in de beeld en gelijkenis van God. Geloof het echt. Het staat ook in Genesis 1, hè? Wat laten wij mensen in ons beeld en gelijkenis maken. Maar met deze video wil ik jullie toch een reflectie hierover geven, een openbaring hierover, die laat zien van dat beeld en gelijkenis dus verdwenen is op het moment dat zij hadden gezondigd en dat Jezus kwam om die beeld en gelijkenis te herstellen. Want heel veel zien dat niet. En die denken en geloven dat alle mensen gemaakt zijn in het beeld en gelijkenis van God. Maar het beeld en gelijkenis van God is ook dan volledig gelijk en aan hem in zijn beeld. En dan heb ik het niet over de uiterlijke verschijning, maar binnenin ons. De liefde. De pure liefde, zuivere, onvoorwaardelijke liefde wat God is. Nou, even kijken waar ik zal beginnen. Als we kijken naar Romeinen 5, vers 5. Of, nou ja, de liefde, laat ik een stapje terug nog. In 1 Korintiërs 13 lezen we wat die liefde is. Die pure liefde van God. Het hoofdstuk leert ons ook dat we kunnen allerlei dingen doen, wonderen, tekenen, de grootste mysteries, alle mysteries kennen, maar als we de liefde niet hebben, oftewel Gods perfecte liefde in onze harten, dan is het allemaal voor niks. Dus de liefde is het allerbelangrijkste. Oftewel, eigenlijk, als we het dus zo bekijken, het de beeld en gelijkenis van God. Als we Efeziërs 4 lezen, vanaf vers, 21 tot 24, daar staat heel duidelijk beschreven dat we put. En dit beschrijft eigenlijk de doop. Dit beschrijft de doop, wat gebeurt er met de doop? Je oude ik sterft en je nieuwe ik. Je staat op in een nieuw leven en als een nieuwe schepping. Romeinen 6 beschrijft de waterdoop, wat het precies inhoudt. Hoe essentieel en belangrijk is dat het zet ons volledig vrij van de oude ik. Maar in Efeziërs 4 staat ook dat we put on the new self. Dus we bekleden ons met de nieuwe ik. De oude ik is weg. Die ontkleden ons zeg maar, van de oude ik. En we bekleden ons met de nieuwe ik. Die gemaakt is in het beeld van God. In pure, ware, perfecte gerechtigheid en heiligheid. Afhankelijk van welke vertaling of versie je leest. Krijg je woorden als ware, pure, perfecte. En ik lees ook veel Engelse versies. En dat is allemaal prima. Maar we moeten ons breed alle dingen onderzoeken. En we mogen het goede onthouden. Dus daar staat heel duidelijk. De nieuwe schepping. Die is gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En dat is ook wat Romeinen 6 zegt. En veel meer hoofdstukken. Veel meer plekken. Als we dan kijken naar Romeinen 5, vers 5, daarin staat heel duidelijk dat we de liefde ontvangen met de komst van de Heilige Geest in ons leven. En Jezus zegt ook van dat we ons moeten laten dopen, we moeten opnieuw geboren worden. Wil je het Koninkrijk van God zien, wil je het Koninkrijk binnengaan, dan moet je gedoopt worden door water en de geest. Wat verwijst naar de waterdoop. Dus op dat moment ga je het koninkrijk binnen. Colossenzen 1 vers 13 bevestigt dat ook. Daar zegt Paulus tegen zijn Colossenzen, tegen de gemeente van Colosse, tegen zijn broeders en zusters daar. God heeft ons bevrijd. Dus het is verleden tijd. Hij heeft ons bevrijd uit de greep, uit de macht, uit het rijk van de duisternis. En heeft ons geplaatst in het koninkrijk van zijn zoon, van het licht, die hij lief heeft. Dus het is verleden tijd, hij spreekt over zichzelf, hij spreekt over de mensen, Colossen. En hij geeft heel duidelijk aan, wij zitten niet meer in duisternis, we zijn het koninkrijk binnengegaan. We zijn kinderen van de Allerhoogste God, hij heeft ons geadopteerd, wij wandelen
in Hem, in Jezus. Hij leeft in ons. Wij leven in Hem. We zijn één met Hem. We wandelen in het Koninkrijk. En als je een kind van God bent, dan kan je niet meer buiten het Koninkrijk leven. Want dan leef jij in het Koninkrijk. Dat is ook wat Jezus zegt. In Lucas 17, vers 21. Zoek het, waar is het, dat gaat over, zoek het niet hier, zoek het Koninkrijk niet hier, zoek het niet daar. Want het Koninkrijk van God is binnen in u. Halleluja. Het is de grote mysterie, waar ook Colossenzen 1 weer over spreekt. De grote mysterie, die eindelijk geopenbaard is. Christus in ons. En nogmaals, dat wordt ook bevestigd in versen als, nou er zijn er zoveel, maar één die ik zelf heel erg mooi vind is Galaten 2 vers 20. Ik ben met hem gekruisigd. Het is niet langer ik die leef, dat is maar Jezus leeft in mij. Oftewel, ook hier nogmaals, de oude ik is gestorven en ik ben opgestaan in een nieuw leven in hem, in eenheid met hem. Volledig één met Jezus. Nieuw, dat is het nieuw verbond. Die eenheid met Jezus. En hier valt nog veel meer over te zeggen. Maar ik wil eigenlijk een richting. Dus dat beeld en gelijkenis. Want als we dan kijken. Ik gaf het zo net ook al aan. Die Romeinen 5 vers 5 zegt. Wanneer wij dus opnieuw geboren zijn. En we ontvangen de Heilige Geest. Wat neemt de Heilige Geest mee? Romeinen 5 vers 5. Dan komt de perfecte liefde. Gods perfecte liefde komt dan in ons hart. Dus wij worden hersteld. In zijn beeld en gelijkenis. Wat Efesus 4 dus ook aangeeft. Het beeld. De nieuwe schepping. Is gemaakt. In zijn beeld. In het beeld van God. En de gerechtigheid. Is hersteld. De heiligheid is hersteld. Zijn perfecte liefde is in ons harten gekomen. Nou, daar ga ik nog veel meer over zeggen, want daar gaat ook veel mis. Daar, want Jezus zegt niet voor niks dat we opnieuw geboren moeten worden. Want we zijn allemaal uit Adam geboren. Allemaal uit die zondeval. Allemaal uit egoïsme, het hart van Satan. En dat heeft ons getraind ons hele leven. En dat moet veranderen. Want wij moeten anders leren kijken, anders leren denken. Dat is waar Romeinen 12 vers 2 over spreekt. Do not be conformed to this world. Wees niet één met deze wereld. Maar getransformeerd door het vernieuwen van je denken. Zodat je uiteindelijk de perfecte wil van God kunt laten zien. Dus daar spreekt het woord ook van. Ik kwam dat laatst ook nog tegen. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ook zo prachtig. Dat als in een spiegelbeeld worden wij van gedaante veranderd naar het beeld. De heerlijkheid van Jezus. En zullen wij gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid naar heerlijkheid naar heerlijkheid. Door de werking van de Heilige Geest. Halleluja. Dus ja, met de doop. Komt Jezus in jou? Komt de Vader in jou? Komt de Heilige Geest met zijn kracht? Komt de opstandingskracht in jou? Ben jij een nieuwe schepping? Ben jij hersteld in Gods beeld en gelijkenis? En ben jij één met Jezus? En verblijf jij in hem en hij in jou? Jij bent de rank, hij is de wijnstok. Nou, die trek je niet zomaar los hoor. En zijn leven, zijn bloed, zijn kracht stroomt door jou heen. Want hij is de bron. Jij bent één met hem en daar zit zoveel nog in. Maar goed, dus Jezus, de Bijbel zegt ook heel duidelijk, hij is het beeld van God. Hij kwam om het beeld van God zichtbaar te maken. En hij kwam dus om de geest in ons te brengen, die verloren is gegaan bij de zondeval. Want kijk maar eens, ik had hem zo net even opgezocht, daar stond het ook nog. 1 Johannes 4 vers 18, daar staat perfect love. Cast out fear. Dat hele hoofdstuk gaat over liefde. Het is een prachtig hoofdstuk. Daar staat ook van. In this world we are like him. In deze wereld zijn wij als hij, als Jezus. Dat is de bedoeling. In deze wereld zijn wij als Jezus. We horen aan hem gelijk te worden. Hij werd aan ons gelijk, zodat wij hem zouden volgen. En doen de dingen die hij deed.
En daar staat dus ook, dat is vers 17 trouwens, volgens mij. Ja, ik dacht het wel. En 18, daar gaat het zo. Perfect love casts out fear. De perfecte liefde drijft de angst uit. Nou, wat zien wij nu? En we krijgen dus door de Heilige Geest, krijgen wij de perfecte liefde wordt in onze harten hersteld. Maar wat zien wij nu bij de zondeval? Wat is het eerste wat we horen, wat we lezen, is dat Adam en Eva bang zijn. Er is angst. Oftewel, de perfecte liefde is weg. Ze wandelden eerst in die perfecte liefde, in de geest, maar vanaf dat moment is er leegte, is er angst, is er onzekerheid, is er jaloezie, is er een zoektocht, afgunst, noem maar op. Kijk naar Kain bijvoorbeeld, de derde persoon waar de Bijbel van spreekt. Die is in staat, die is zo vol jaloezie, vol afgunst, vol haat. En gaat zelfs zo ver om zijn broer te doden. De derde persoon waar de Bijbel van spreekt. Ongelooflijk. Maar je ziet dus heel duidelijk, ze lijken niet meer op God op dat moment. De perfecte liefde is weg, maar Jezus kan het herstellen. Want wat is het eerste wat hij doet als hij komt? Hij blaast op zijn discipelen. Hij komt binnen, vrede is met u. En hij blaast op ze. Hij herstelt de vrede, hij herstelt de geest van God. Ze ontvangen de geest. Ze ontvangen de perfecte liefde en dat was essentieel. De perfecte liefde komt weer in hun hart en ze zijn ook niet meer bang. Ze zijn moedig, ze zijn strijdlustig, ze zijn vastberaden. En de perfecte liefde is in hun harten gekomen. En dat is ook belangrijk, want zij zijn het fundament van het lichaam van Christus, van de Ecclesias, het regerend lichaam. Ook wel kerk genoemd, of in onze, zoals wij het dan noemen. Over alle muren heen trouwens hoor. Dus het gaat niet om één kerk, het gaat om het volledige lichaam, alle broeders en zusters. En dus hier kunnen we heel duidelijk uit bevestigen dat het beeld en gelijkenis dus verloren is gegaan door de zondeval. En dat Jezus, dat staat er ook, Jezus is het beeld van God, is the image of God made visible. Hij kwam om het beeld van God weer zichtbaar te maken. En dat liet hij ook zien. Hij zei ook tegen zijn discipelen, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En Jezus zei ook heel duidelijk, ik doe niets uit mijn eigen wil, ik doe alleen de wil van mijn Vader. Dus als jij niet weet wat de wil is, lees het woord. Lees wat Jezus deed. Wat hij liet zien. Hij genas alle zieken. Hij wekte de doden op. Hij zette de gevangenen vrij. Hij cleanste. Hij reinigde de melaatsen. En wij zijn, dat is de grote commissie ook. Dat is de grote opdracht die we hebben gekregen van hem. Om die dingen te doen. Om te wandelen in hem en hij in mij. En wie in mij gelooft, zegt hij, die zal dezelfde dingen doen en groter. En hij zegt ook woorden als je maar gelooft, dan kun je alles. Wie gelooft, hoe gaat het ook nog? Die ene vers met die man die zijn zoon epileptisch is. Wie gelooft, alle, die kan alles. Of ja, ik kan er even niet op komen, maar in ieder geval, wie geloof heeft, dan kun je alles. Met geloof kun je alles. Alles doen wat Jezus deed. En dat is ook echt zo. Dus vandaar ook dat ik 100% zeker weet dat ik mag mijn genezing ontvangen. Ik strek me daarna uit. Maar jij ook. En er is vrijheid in Jezus. En er is genezing in Jezus. En er zijn zoveel mooie... En hij kwam dus om jou, om het beeld van God in jou te herstellen. Nou, dat is essentieel toch om te weten dat die perfecte liefde in jouw hart is. En ik zou zeggen, mediteer op die woorden van de perfecte liefde. Lees 1 Korintiërs 13. Streef naar de gaven van de geest.
Jezus is nogmaals dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13, vers 8. En wij kunnen hem volgen. Het is geen grapje. Hij liegt niet, hij is geen leugenaar. Het is geen misleiding. Er is alleen maar één die jou misleidt om dat niet te doen geloven, en dat is Satan. Maar echt waar, wij kunnen de dingen doen die hij doet. Als wij hem maar geloven, als we hem maar vertrouwen. Wees gezegend en tot de volgende video. Doei doei!